Judith, je kunt geen krant openslaan. Je kunt niet naar het nieuws luisteren of er naar kijken zonder weer een bericht te krijgen over ergens een conflict. He, ze komen heel veel voor. Ja, zeker. Zie je ze ook zoveel en ook toenemen misschien in organisaties? Ja, je ziet absoluut dat het lijkt erop alsof spanningen in algemene zin toenemen in organisaties. En druk neemt toe en dan nemen ook conflicten toe. Conflicten gewoon op de werkvloer, conflicten tussen mensen, in teams, leidinggevenden die aangeven er is weer gedoe bij ons. Managementteams die met elkaar moeten samenwerken, eigenlijk allemaal peers die elkaar normaal gesproken ook wel respecteren, maar dan vliegt in één keer de vlam in de pan en dan escaleert dat. Dus je ziet absoluut dat conflicten toenemen en wij denken dus omdat de druk op mensen groter wordt. Ja, dan komen mensen automatisch in hun valkuilen terecht. Zelfs als ze dat al wel zouden weten, zie je het toch gebeuren en dan escaleert het. Het is denk ik ook niet helemaal te voorkomen, hè? Maar het gaat er een beetje om hoe je daarmee omgaat. Wat zijn nou de meest voorkomende conflicten? Ja, we hebben veel arbeidsconflicten. Wij hebben daar vanuit de loopbaankant gewoon heel veel mee te maken. Dus arbeidsconflicten dat iemand, werkgever aangeeft, einde oefening, we willen uit elkaar gaan. En dat de medewerker daar niet mee eens is. Dat gaat richting outplacement en loopbaanbegeleiding. Maar het geeft een hoop stress bij zowel ook de werkgever als de werknemer. Maar dat komt ontzettend veel voor. Wij weten veel van arbeidsrechten ook. Dus op zo'n moment worden wij vaak ingeschakeld. Maar wat ik al zei, je ziet het heel veel ook in groepen. Dus in managementteams, je ziet het bij artsen, in ziekenhuizen, de maatschappen die problemen met elkaar kunnen krijgen. In organisaties, als er dan druk op komt te staan met de coronacrisis of klimaatcrisis of nu de inflatie. Ja, dan neemt het gewoon eigenlijk bij alle teams toe. Nou, ja. En lukt het dan ook om beide partijen te bedienen? Of misschien zijn het soms wel meerdere partijen? Ja, is zeker heel belangrijk dat je er neutraal naar kunt kijken en kunt luisteren. Ze zoeken ook een spiegel. Ze willen ook graag van de buitenstaande horen van hey, wat valt je nou op, wat observeer je nu, wat zie je? En hoe zouden we dit nou bij elkaar kunnen brengen? Want conflicten zijn heel menselijk, komen dus veel voor en kunnen we gewoon ook beheersen. Zolang de hulpvraag er maar is en zolang er communicatie kan zijn, kan iemand spiegel voorhouden, kan tips geven en kan ook standpunten bij elkaar brengen. Het gaat er eigenlijk allemaal om dat er verschillende manieren zijn om met een conflict om te gaan. En zo gauw je mensen bij elkaar brengt en begint te communiceren, ja, dan kun je daar een begin mee maken. Er zijn verschillende stijlen dus om conflicten mee aan te gaan. Al dan niet aan te gaan zou je misschien moeten zeggen. Ja. Welke zijn er te onderscheiden? Er is dus veel onderzoek naar gedaan. Het is twee bekende psychologen hebben daar heel veel onderzoek naar gedaan. En je hebt eigenlijk twee assen. Je hebt de assertiviteitsas en de meewerkende as, noemen we dat dan. Mm-hmm. Kun je ook wel voorstellen. Assertiviteit betekent ik kom voor mezelf op. Dat kan een conflictstijl zijn, maar dat hoeft het ook helemaal niet per se te zijn. Denken mensen vaak van ja, ik kom te weinig voor mezelf op, ik moet dus nu meer voor mezelf opkomen. Nou ja, dat is gewoon één bepaalde as. De andere as, je hoorde mij al zeggen, is de meewerkende as. En meewerken wil gewoon zeggen dat je dus meebeweegt met de andere partij. Moet dat dan in een conflict? Ja, dat moet in een conflict als je dat tot een goede einduitkomst wil brengen. Je kunt natuurlijk niet allebei je ingraven in twee standpunten en dan zeggen, nou, this is it. Hoe gaan we er ooit nog uitkomen? Dan gaat het niet lukken. Dus dan moet iets gebeuren van meebewegen, assertief zijn, zeker. Maar ook meebewegen. En je kunt je wel voorstellen, de meest optimale vorm daarin is natuurlijk als je wel opkomt voor je eigen belang. Dat ook goed weet te articuleren en neer te zetten met hulp. Met de MT-coaching of met conflictbegeleiding. En aan de andere kant dat je wel ook denkt van nou, op welke punten zou ik nou mee kunnen bewegen met die andere speler? Waar vind ik hem wel? En dan eindig je echt in een win-win situatie. En dat is ook waar we naartoe willen sturen natuurlijk. Een compromis, een win-win situatie. Ja. Allebei de partijen winnen. Ik kan me zo voorstellen dat op zich de stijl al die iemand kiest om een conflict mee aan te gaan, al een reden kan zijn om er een conflict mee te krijgen. Als je iemand bent die het graag oplost en de ander loopt ervoor weg, Zeker. Dat is al een reden om een ruzie te krijgen natuurlijk. Zeker, dus opposites attract sometimes, hè, maar vaak ook niet. Dus als de andere persoon een hele andere stijl heeft dan jij, dus of jij bent wat introverter en die persoon is dus heel extravert, komt erg voor zichzelf op. Dat kan dus al een reden zijn dat we in conflict raken. Maar als je dat type mensen, dus die heel erg van elkaar verschillen, een groep die heel erg van elkaar verschilt, laat zien van hé, kijk eens even, dit is hoe jij je gedraagt. Dus sterk de spiegel voorhoudt, heel neutraal teruggeeft, wel bijzonder scherp bent, analytisch ook en alles hoort wel wat er wordt gezegd. Iedereen die ergens een beetje onderuit probeert te komen, wel duidelijk daar meteen mee kan confronteren. Ja, dan kun je mensen ook laten zien, ja natuurlijk is het zo, inderdaad, ik moet ook meewerken. Anders dan wordt het een twee kleine jongetjes die met elkaar vechten situatie. Ja. Ik heb gelijk, jij hebt gelijk, komen we er niet uit. De meeste mensen, professionals, zien uiteindelijk wel van ja, we moeten naar een andere situatie toe. En dan gaat die meewerkende as wel degelijk ontstaan. En dan kun je totaal verschillend zijn van elkaar, maar elkaar toch vinden. Ja, mooi. Ja. Zeg, als je nou in een conflict zit, en ik kan me zo voorstellen dat iedereen er wel eentje heeft, op dit moment Zeker. Of later of heeft gehad. Ja. Heb je dan ook een mooie tip om daarmee om te gaan? Ja, ik zeg eigenlijk altijd, choose your battles wisely. Wat dus wil zeggen, ik ben zeker iemand die assertief kan zijn, hè, die voor zichzelf kan opkomen. En ik heb ook geleerd dat dat niet de enige vorm is van met een conflict omgaan. Sommige mensen gaan conflicten uit de weg. En dat kan soms heel verstandig zijn in bepaalde situaties. Dus het gaat erom dat je sommige conflicten wel wil aangaan. Die vind je dus belangrijk. Dus dat is een battle die je wil vechten. Dan kun je dat nog steeds op de meewerkende manier doen. Want denk niet altijd alleen aan jezelf. En andere keer kan het ook heel goed zijn dat je besluit niet assertief te zijn en gewoon ontwijkend gedrag te vertonen. En gewoon van het probleem weg te bewegen. Dat kan dan een prima oplossing zijn. Er hoeft dus niet één stijl te zijn die jou eigenlijk altijd tot de overwinning helpt. Juist niet. Ik denk dat succesvolle mensen die daar makkelijk in kunnen bewegen, ook die daarin werken, heel makkelijk hun stijl aanpassen. Dus stijlflexibiliteit voor leiderschap, voor leidinggeven is heel belangrijk, maar is dus voor iedere professional heel belangrijk. Stijlflexibiliteit, niet altijd dezelfde oplossing kiezen, want de oplossing zit vaak niet altijd in dezelfde manier.